Yo, kijkers van Bormer Games, we zijn naar een nieuwe episode van Rainbow Six Siege. Vandaag weer een hele nieuwe episode. En vandaag heb ik weer een leuke challenge. Vorige episode hebben we een challenge gehad waarin we alleen met suppressors op onze wapens mogen. Dus dat de tegenstander ons niet zou horen. Dat zou ons voordeel zijn, maar nadeel is dat je dan minder damage doet. Dus als je 4 kogels normaal gesproken nodig zou hebben zonder suppressor, zou je dan 5 kogels nodig hebben. Het ging redelijk goed, niet super goed, maar vandaag gaan we zonder secondary spelen. Dus dit wapen mag ik helemaal niet gebruiken. Dat is eigenlijk een soort van de challenge van deze episode. En ik moet even snel kijken, we zitten hier. We hebben 2 objectives die we moeten verdedigen. Ik zit even snel rond te kijken hoor. Ik prik hier wel even zo eentje, dan hoeven we hier in ieder geval niet echt op te retten. Oh, ik ben met de hele verkeerde. Ik zat heel veel te denken dat ik castle had. Normaal speel ik altijd met castle, maar nu speel ik altijd wat meer met smoke. Want die heeft gewoon dit wapen, die eigenlijk een stukje beter is. We moeten ergens nog wel iets defenden. Nou, dan doen we het wel eventjes hier aan deze kant. Deze zo. En dan kan hier nog een reinforcement geplaatst worden. Want trouwens had opviel dat als je als een soort van zonder operator echt speelt, dan heb je maar 1 attachment. En dan plaats ik deze hier ook eventjes nog van onderaan niet op te passen dat ze naar beneden omhoog schieten. Maar als je met een normale operator, of zonder operator speelt, dan heb je maar maximaal 1. Oh, daar zitten mensen, oké. Dan heb je maximaal 1 reinforcement die je kan plaatsen. Normaal gesproken heb je er gewoon, als je er eentje operator koopt, dan heb je het eigenlijk voordeel dat je een tweede hebt. Ik wil even deze afsluiten. Dan hoef ik daar niet op te passen. Dus ik kan nog via daardoor heen schieten, maar daar ben ik niet heel erg bang voor. Bommetje er neer. En we hebben 1 kill. Nou ja, wij hebben geen kill. We hebben een assist. We kregen zonder dat hij hem killde dan voor ons. We hebben toch wel de meeste damage aan hem gedaan. En in het tweede potje van vandaag gaan we het hopelijk een stuk beter doen dan het eerste potje. Het eerste potje hebben we eigenlijk alleen een soort van halve assist gehad. Ik gooide natuurlijk zo een bom en daar had ik een soort van... Hij ging er down door, alleen de teammate schoot hem uiteindelijk dood. Moeten we in een nieuw potje zitten, we in het consulaat. Exaan, we weten dat er een Valkyrie is. En daar is het een ding. En zij weten nu ook allemaal dat ik haar gescand heb dat ze beneden zitten. Kijk, daar liep er net eentje. En hier is dus ook eentje. En dat is Valkyrie en die heeft allemaal cameraatjes. Echt een super overpowered. De... Nee, het drukt niet. Ze hebben de jammer die je dan hebt, die hebben ze aangepast naar van 1.5 naar 2.25 meter. De radius die heeft. Dus het is een stuk moeilijker geworden om daarmee, om daar omheen te komen. Vroeger kon je er allemaal omheen springen, maar nu kan dat allemaal niet meer. Unreachable. Kijk, termite hebben wij. En dan ga ik hier zitten. Oh, ze hebben hier serieus iets geplaatst. Kijk eens aan. Hebben we die in ieder geval gekilled en we hebben Nitro Cell disabled. En we hebben aardig wat damage. Verder niet. Ik moet even oppassen dat, want er zit daar eentje. Aardig wat hits op hem, maar dan niet genoeg. Zit daar eentje. Want die moet eigenlijk even gekild worden. Kijk eens aan, hebben we die. Als je gewoon even rustig blijft wachten, dan kan je altijd wel een keertje pakken. Oh, en we moeten nu even wachten eigenlijk. Heel snel op vuur gaan. Kijk eens aan. Nog 1 kill en er zit er daar nog eentje, dat weet ik. En we hebben er nog eentje te gaan en die heeft mij net te pakken. Maar in ieder geval 3 kills in deze ronde. En we hebben de laatste ook te pakken.
zijn even YOLO gegaan, even rondgeropen. En heb je alsnog 1 kill deze ronde. We staan hier om 4 om 1 en dat is eigenlijk best wel goed. En we hebben in ieder geval 1 injury gemaakt nu. Of snel eentje praten. Kan toch wel. Als we nu eens nog even erin schieten, dan krijgen we waarschijnlijk een kill. En als we nu even deze door de grond gaan, zo. Kunnen we een soort van zien. Oh, hier is het ook al gedaan. Dan moet ik even oppassen dat ik niet mezelf een beetje verraad. Daar zie. Hebben we in ieder geval nog een kill erbij. Ik wist dat hij dus in die hoek zat. Nu zit hij daar eentje. En dan moest hij 10 meter niet voor gaan liggen. Oh, en hij zit daar. Dan weet ik het ook weer. Hij is niet zo slim. Kijk eens aan. Hebben we nog eentje te gaan. Oeh, en die hadden we ook bijna. We zijn nu 6 om 1. En we zijn de verbinding kwijt. Maar ik denk dat je er ook, hoop dat je het er ook even zo vond. Vergeet niet te liken, te favoriten, te abonneren. Ons volgt Twitter @BormanGaming. En dan zie ik jullie de volgende keer weer later.